Nou, mijn magic moment zijn eigenlijk twee dingen. Beide wel te maken met dans. Ik weet dat ik als 9- of 10-jarig kind in een schouwburg zat met school, toentertijd al, zeker 50 jaar geleden, bij een voorstelling. Volgens mij was het Scapino. En ik was zo onder de indruk dat ik dacht van, jee, wauw, dat is het. Vervolgens ging ik ook met een vriendinnetje bij haar dansles kijken. En daar is het allemaal begonnen. En ben ik zelf gaan dansen. En ben mijn leven lang eigenlijk blijven dansen. Nu heb ik een marktplaats cultuureducatie met een andere insteek. Maar kinderen enthousiast maken voor kunst en cultuur, dat is altijd bij me gebleven. Mijn magic moment was toen ik door het voorlezen van mijn moeder in contact kwam met bijbelverhalen en sprookjes. En toen meegenomen werd vanuit die veilige omgeving op schoot tussen mijn broertjes en zusjes in die fantasiewereld en er me helemaal in verloor. Dat was eigenlijk het moment waarop ik ging houden van lezen, van boeken, beroep bibliothecaris heb gekozen en nu nog steeds in de cultuur werkzaam ben. Ik zat op een kweekschool vroeger, dat is al lang geleden, en toen hadden we ook al drama. Maar dat was niet zo zoals tegenwoordig, dat was toneel, we deden alleen maar toneel. En we hadden een leraar, en dat was een oude acteur, en hij heette Anton Sweers, beroemd in de katholieke lekenspel. En die gaf les en die regisseerde natuurlijk, en ik kreeg alsmaar de hoofdrol, iedere keer. En ja, ik vond het wel leuk om te doen, dat was mijn enige ding. En we speelden echt stukken, dus onder meer de getemde fake van Shakespeare, dat was de top. En dan werden de ouders uitgenodigd, iedereen werd uitgenodigd en speelden wij de getemde fake. En we mochten hem Om het Toon noemen. En na mijn kweekschoolperiode heb ik wat contact met hem gehouden en toen heb ik hem gevraagd waarom kreeg ik altijd die hoofdrol, want zo goed ben ik eigenlijk helemaal niet. Hij zei toen, ik zag dat je talent had en dat het er nog niet uitkwam. En daarom kreeg je het. En toen ben ik drama gaan doen. Nou, mijn magic moment was toen ik op mijn balletexamen aan het dansen was voor een Engelse mevrouw met een prachtige grote hoed op. En ik moest een stukje dansen op pianomuziek van Chopin, dus er zat ook een pianist bij het examen. En ik was dat aan het dansen en ik zat al best wel lang op balletles. Maar toen ineens, toen overviel het me zo van, wow, dat je niet meer kan denken, dat je alleen maar doet en beweegt en in een soort vacuüm zit. Dus ook door de spanning van het moment overviel dat mij. En toen dacht ik, dit is mijn ding, hier ga ik mee door. Nou, mijn magic moment was eigenlijk niet zo positief. Ik was 8 jaar en ik zat op de AMV-les. En dat werd toegewerkt aan een keuze maken voor een instrument. En een van de laatste lessen vroeg juffrouw Gorissen aan mij, of aan de klas eigenlijk, heeft iemand al een keuze gemaakt van een instrument? Dus ik was heel enthousiast en wilde graag vertellen, ja juffrouw, ik wil graag harp gaan spelen. Waarop zij zei, ik denk niet dat jij van jouw ouders een harp krijgt. En toen was ik eigenlijk heel boos op haar, maar ergens is daar een drive in mij losgemaakt. Iets ontstaan waardoor ik dacht, nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dus ik heb eigenlijk gewoon bewezen dat wat ik in mijn hoofd had, dat ik dat graag wilde doen. En dat is dus wel gelukt. En ik merk nu nog in mijn werk dat ik ook, hoe moeilijk het wordt, hoe meer drive ik heb om te laten zien dat het wel kan. Nou, ik heb niet echt één moment of zo. Ik ben vroeger een hele fanatieke sporter geweest. En ben op jonge leeftijd met zelfverdediging begonnen. Heel fanatiek, van harde stijlen ben ik begonnen en die werden steeds zachter. Dat wil zeggen, ik ben van Kyokushin, Kai, Karate, ben ik naar andere stijlen gegaan. En op een gegeven moment deed ik Pencak Silat, dat is een Indonesische vechtsport, en die is heel sierlijk. En toen had ik zoiets van die beweging, die sierlijkheid van de beweging, daar deed iets met mij. Toen ben ik Tai Chi gaan doen daarna, dat kent iedereen wel, nog meer in de beweging. En toen ben ik erachter gekomen dat voor mij om de beweging ging. En toen ben ik gaan dansen. Heb ik wel gedanst, dansacademie gedaan en nog steeds heel blij mee. Ik speel denk ik vanaf mijn 7e ongeveer 8e dwarsfluit. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden en heb ik heel veel plezier aan beleefd.
En op een gegeven moment, na een jaar of twee, drie, weet ik nog dat we een presentatiemoment hadden. We hadden een soort van avond waar we dan moesten presenteren wat we geleerd hadden. Er was een jury bij en ik deed een duet met een meisje. Dat was veel ouder dan ik en die speelde een stukje lange fluit. Ja, ik vond het wel spannend. En aan het einde was het presentatiemoment was klaar. Toen kwam een jurylid naar me toe, speciaal aan het einde. Goh, jij was dat meisje die de eerste partij speelde van het duet. Ik mag even zeggen dat ik je ontzettend goed vond. Wat kun jij goed zo'n stukje dragen? En zo, ja, dat moet je echt zeggen, zegt een meisje van 10. Dat is echt geweldig. Superleuk. En op dat moment heb je door dat je toch wel, dat je er ook wel een beetje goed in bent. En dat je misschien wel wat kan worden. En ja, dat is fijn. Zeker op het moment dat je dan net 3 jaar speelt. En ik denk, leuk. En toen had ik al een beetje motivatie om lekker door te gaan en lekker te blijven spelen. En lekker steeds mijn grenzen te verleggen. En dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Nou, toen ik in de 3e klas van de lagere school zat, toen kwam mijn toenmalige meester, die kwam bij me en die zei van, wat wil je? Wil je zingen bij het koor of wil je misdienaar worden? Of wil je misschien wel bij de voetbalclub? Nou, ik was niet zo sportief. En misdienaar, daar had ik het ook niet zo mee. Ik dacht, ik ga bij het koor. Op een gegeven moment mocht ik helemaal alleen in een hele grote Romaanse kerk een solo zingen. En daar was ook een organist en die kon met zijn handen spelen en met zijn voeten spelen. En hij dirigeerde ook nog. Daar werd ik zo door geraakt dat ik merkte dat muziek echt iets voor mij kon betekenen. Nou, in mijn latere periode, toen ben ik dus pianist gaan volgen. Ik ben organist geweest en toen merkte ik van, god, ik wil dat eigenlijk overdragen. Dus ik ben toen docent muziek geworden op een middelbare school. En ik heb muziek niet als doel gebruikt, hè, maar meer als middel om de leerlingen zeg maar, te ontwikkelen. En nu zit ik in de positie als directeur van een grote instelling in Tilburg om kaders te bedenken om al die kinderen in contact met kunst en cultuur in contact te brengen. En dat het ook bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling, bevordering van creativiteit, zelfstandigheid, noem al die zaken maar op. Nou, die momenten van koorknaap, zelf met die kinderen werken als dirigent, maar ook op een middelbare school. En nu als directeur, dan zie ik daar een hele logische lijn in. Er zijn 4 momenten die in ieder geval heel erg bepalend zijn waarom ik dit nog steeds met veel passie, dit vak uitoefen.